Voor de vele gelovigen, pelgrims, gilders en de verzamelde broederschappen begon de dag nog zo mooi. Voor het eerst in jaren zou Maria 's middags door de straten van Den Bosch worden gedragen. Dit is bijvoorbeeld Maria is mijn houvast. Voor de Maria-omgang, de bidtocht, waren nogal wat mensen naar de Sint-Jan gekomen die iets met Maria hebben. Ja, daar heb je wel eens contact mee. En Maria is altijd het middelpunt van bij ons in de familie geweest, nog. Wij komen elk jaar een keer in de meimaand naar de kerk. En één keer in die meimaand gaat Maria naar buiten voor de bidtocht. Maar het weer kan daarbij een spelbreker zijn. Voor het laatst was dat in 2012. Want als het zo is dat het dadelijk dreigt te gaan regenen, dan moet je een bepaald moment zeggen nee. De proost van het historische broederschap, Monique van Dongen, die zag de bui al hangen. Anderen daarentegen zijn ervan overtuigd dat Maria de regen kan tegenhouden. Als zij rondgaat, dan is het droog. Zeker weten. Helaas, Maria moest het afleggen tegen het weer. Bisschop de Korte nam een heel aards besluit. Er is te veel regen om naar buiten te gaan en er is geen goede bescherming voor Maria, voor het beeld van de zoete moeder. Dus we blijven dit jaar hier in deze kerk. Dat hield in dat Maria door de kerk gedragen zou worden. Niet naar buiten, maar een rondje Sint-Jan. Plebaan van Rossum over dat besluit. Nou, het belangrijkste is dat het Maria-beeldstuk eeuwenoud, zo'n 800 jaar. En als dat regent, ook haar kleren, haar schutsmantel, is soms al heel erg oud. Dus ja, we kunnen ons niet permitteren dat het beeld daardoor beschadigd zou worden, of in ieder geval sneller dus zou verslijten. Dus we moeten wel heel zorgvuldig met het beeld omgaan. Dus als het regent, dan gaan we niet met het Mariabeeld naar buiten. Het was te nat en daarom mocht Maria niet naar buiten.